Hallo, hallo, welkom weer bij deze nieuwe video. Het is vandaag een video zonder onze Jules. Wij zitten nu in de auto. We hebben gisteren gezegd dat we elkaar een experience als kerstcadeau gaan geven. En vanmorgen kwam jij nog een keer met een leuk ideetje af. Hij wil naar de Red Star Line Spectacle Musical gaan zien. En er waren net heel toevallig vanavond nog eigenlijk ticketjes nog vrij. En, ticketjes? Het waren de duurste tickets. Ja, de anderen waren allemaal uitverkocht. Dat komt er van als je zo last minute dingen besluit, hè? Ja. In ieder geval, dus Jenno kwam daar dus vanmorgen mee af. En ik heb mijn mama gevraagd, zeg van ja, kijk, kun jij dan niet eventjes op onze Jules letten en hem straks ook eigenlijk in zijn bedje steken? En zij was vrij, dus dat kwam wel goed uit. Dat is ook heel leuk dat ze dat wou doen. En voor de rest, ja, wij zijn eigenlijk direct na onze werkdag in de auto gesprongen. Of niet, eigenlijk na onze werkdag zijn we eerst in onze andere kleren gesprongen. Kijk, ik heb een hemdje aan en een blazertje. En Jan heeft ook een mooi hemdje aan. En dan zijn we eigenlijk direct eigenlijk daarna in de auto gesprongen. En nu zitten we hier in Puurs. Ja. Nou, een Puurs. En hier is dus ook het Studio 100 Theater. En nou, daar dat gaat heet het nog door. Steeds Studio 100 Pop-up Theater. Het is er al een paar jaar. Het is al lang een pop-up. Ja. Dus we gaan daar vandaag naar gaan kijken. Kijk, ik ben wel heel benieuwd. Het is al heel lang geleden dat ik nog een keer een musical heb gezien. Maar we moeten het een beetje anders zeggen. Het is eigenlijk de allereerste keer dat we in rijdende tribunes... We hebben er al een keer in gezeten, maar ze reden toen niet. Nee, het was met toen de Samson en Gert show. Was dat dan trouwens ook een musical? Dat was geen musical, hè? Nee. Dat was een show. Ja. Maar nu gaan ze dus rijden. Ja, en het is echt ook een musical. Ik denk dat mijn laatste musical was in Londen. Of heb ik er nog een gezien? Oh ja, eigenlijk wel. In Amerika, in Disney World, hebben we een paar musicals gezien. Ja, okay, maar het is toch weer anders als zo'n echte, hele volledige show. Zoals het nu gaat zijn, want dat gaat 2 uur zijn, een kwartier zijn of zo. Het enige nadeel vind ik, en dat is iets wat in Nederland, dat anders is dan in Nederland, is dat er, maar dat is bijna geen enkele musical. Geen in live België. Orkest. Voilà. Ik wist dat dat ging zijn. Ja, dat vind ik altijd zo charmant. Ik vind dat ook jammer. In België zijn er al een paar. Zo, ik weet het, Gaston en Leo musical, die heeft ook een live orkest, maar die speelt nu nog niet. Maar dat weet ik. Studio 100, die is er wat nalatig in. Ik vind dat spijt. Nochtans, we betalen toch wel eigenlijk genoeg geld om toch ook wel nog eigenlijk een orkest ervan erbij te kunnen betalen. Er zou een orkest mogen bij zijn. Dus als ik een puntje... En we hebben ook kussentjes mee. Ja, want we hebben al heel wat... Ik had het op Instagram geplaatst en we hadden heel wat reacties van mensen die ons zeiden dat het zo een pijnlijke bankjes, stoeltjes zijn. Zeggen dat als je daar de hele dag, heel de avond, 2:30 op zit, dan kom je gegarandeerd kreupel buiten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik moet eigenlijk zeggen, toen eigenlijk de Samson en Gert show, is mij dat toen niet echt zo hard opgevallen. Maar toch, we hebben dus nu gewoon voor de zekerheid toch wel maar kussentjes mee. We zijn er trouwens denk ik bijna, hè? Ja, nog een paar minuutjes toekje om. Parking A moeten we nemen. Het toekje om en dan zijn we er. Yes. Ik mis eigenlijk onze kapoen al wel, we zijn maar net weg. Dat is een beetje gek. Ik zou aan iedere tribune ook een mobiel toilet moeten zijn. Ja. Dat je nog een keer kunt mega plassen. Zeg, wij zitten hier dichtbij, hè? Ja. Kijk, hier gaat het door. We zijn terug. We hebben niet zo heel veel gevlogd. Ja, dat is ook niet toegestaan trouwens. Wow, van de wind. Woe! Ja, het is een koude wind. Oh my. Ik waai bijna een auto heel mijn haren op.
Wat een show, wat een spektakel, dat jongens. Dat is een spektakel. Hè? En ik ben blij dat ik het eens meegemaakt heb dat die tribunes een keer gingen rijden. Dat was echt wel leuk eigenlijk om mee te maken. Ja, het was heel tof. Echt mooie heel muziek. Mooi, ja. Leuk verhaal. Ondanks dat er geen orkest aanwezig was, was er toch wel goede muziek. Je hebt de koptelefoon op waardoor je alles goed hoort. En waardoor het geluid van de piepende en krakende tribunes verduzeld wordt. Hè. Ja, ik vond het vooral heel erg opmerkelijk als je eventjes je koptelefoon afhaalde. Dat het dan dat de mensen veel zachter zongen. Ja, natuurlijk, ja, dat is ook logisch. En ook dat er zoveel mensen ook zo aan het kuchen waren. Echt, dat is zot hoeveel mensen dat er aan het geluid maken waren, aan het kuchen waren. Als je je koptelefoon afzet, dan hoort je alleen maar de stemmen. Sek. En ook nog een keer een bepaalde, beetje precies een ritme hoorde ook op sommige liedjes. Ah, je hoort zo niet helemaal muziek, maar wel zo een... Ah. Ja, ik weet niet hoe dat een beetje aan een bas precies, van een bonk zo. Ja, het was spektakel. Ze wisten niet dat ze erop zaten volgens mij, zo precies. Ja, er zijn heel veel decor switches, op een bepaald moment weet je niet meer waar dat je zit, je zegt gedesoriënteerd. En het is ook zo, ik dacht dat eigenlijk niet, maar in die tribune zit geen volgorde. Ook al denk je dat je mooi in het midden zit, die tribunes die verdraaien van, de show die wij nu gedaan hebben, die verdraaien van iedere positie, waardoor dat je, bijvoorbeeld in het begin van de show, zaten we dat mooi in het midden. En dan een keer zaten we helemaal rechts en dan hebben we toch lang rechts blijven zitten. En dan dacht ik van, oei, gaan we hier nu blijven zitten? Maar dat was dus niet. Na een tijdje zaten we dan weer terug meer aan de zijkant. En dan zaten we weer in het midden. Allee, het was, we verhuisden heel veel. Je verhuist heel veel. Dus het is niet omdat je aan de voet de helemaal linkse kant zit van die rijdende tribunes, dat je daar dan ook altijd daar gezet wordt. Nee, je blijft draaien en je blijft veranderen van positie. Ja. En ja, het speelt toch wel een beetje met je mind. En het is nu onze eerste keer dat we dit al mogen ervaren hebben. En ik vond dit toch wel een mindfuck. Een leuke. Ik vond het ook vooral heel boeiend om te zien hoe het eigenlijk allemaal gebeurt. Ik ben zo iemand, dat wil ik allemaal de weten hoe werkt kant. Het. Ja, ik was soms ook een keer naar achter aan het kijken. En dan had ik eigenlijk door dat er nog mensen achter mij ook nog een keer naar achter begonnen zo naar te kijken. Moet volgens mij, maar dat hebben ze al een keer gezegd in zo van die interviews, dat moet dat heel erg desoriënterend zijn als je daar zelf op de scène staat. Ja. En je moet dan... Ja, er zijn verschillende in- en uitgangen. Ja, dat heb ik ook eigenlijk gezien. Ze geven wel duidelijk echt wel de uitgangen aan voor de acteurs ook. Heb je dat allemaal gezien? Ja, dat geeft er bepaalde schermen licht. Zo zat helemaal langs de zijkant van de tribune. Ja, dan geven de schermen licht. Dus jij kon eens achteruit kijken. Dan geven er schermen licht, dan weten zij wel naar waar dat is. Ik denk zelfs, misschien, dat weet ik niet zeker, dat er zelfs bepaalde teksten ook op een scherm of iets zou komen, denk ik. Of als ik heb gekeken eigenlijk. Ik heb vooral genoten van het spektakel. Ik ook. Eventjes helemaal weg. Het enige wat ik wel nog... Amai, mijn rug. Ja. Slechte stoelen, zelfs ondanks ons kussentje. Het zijn van die... Ja, van die circusstoelen. Ja, voetbalstadion stoelen zo. Met een heel lage rugleuning. Dus je hebt sowieso niet veel rugondersteuning. Zo trekt dat niet. Nee, het was echt niet goed. Het zit toen nu nog altijd zeer in mijn rug. En we hadden nog dan al kussentjes bij. Maar daar moeten ze echt een keer iets aan doen. Maar volgens mij weegt het dan te veel of zo. Ja, ik weet niet wat de reden is waarom dat niet is. Maar ja... Als je veel zware mensen op je tribune zet, dan weegt het ook te veel. Hè. Ja, ik weet het ook niet. In ieder geval, het zat niet zo echt al te praktisch. Nee, het was niet... Nee, maar het was wel een fantastische show, echt waar. Ik was omvergeblazen. Ja. En nu gaan we terug richting Lil blazen en terug naar huis. Ons kapoentje sliep maar pas om 21:15. Super laat dus. Ja. En morgen vroeg hebben we ook nog een leuke... Kerstochtend ontbijt, ik zeggen. Ja. Met ons gezinnetje. Dus morgen vroeg eigenlijk straks al. Ja, dus we zitten midden in de feestjesperiode. Ja. Hè? Morgen dus weer een nieuwe video. En wat een dag, zeg. Wat een dag. Dat is echt leuk. Tot morgen. Tot morgen.